gaan de kinderen inderdaad clownies ontdekken. We gaan snel kijken wat de bedoeling is. Oh ja, dat zijn de accessoires voor daarbij. Oeh, dat is grappig. Mag ik het niet openmaken of dalen? Ik zou het voor later bewaren. Kijk! Leg dat maar aan de kant, dan gaan we eerst de bakjes vullen met water. Ik maak hem even open. Wat hebben jullie? Het is een soort sleutel. Wat is hier? En een beschrijving. Wat staat in de beschrijving? Oeh, daar zal zeker in te zien zijn welke Claudius er allemaal zijn. Laat maar eens zien, Sophia. En ik denk toch echt heel graag deze krijgen, want die vind ik het allerschattigste. Oeh, een vleermuis. En jij, Lily, welke zou jij leuk vinden? Of de eenhoorn. De unicorn. Nou goed, dan gaan we snel kijken wat er in de Claudius zit. Hoe moet het ook alweer, dames? Er moet eerst water erin. Eerst water erin. En stop maar. Ja, is helemaal perfect. Ik ook. Ja, Lily ook. Deze moet daarin, weet ik wel hoe lang. Ja, en nu de deksel erop. En de sleutel erin. Even wachten, hard duwen. Ja, goed zo, even wachten. En nu even schuddelen. En nu ook schuddelen. Wacht, Lily moet eerst nog de sleutel erin stoppen. Oh. Goed doorduwen, Lily. Moet ik je helpen? En nu moeten we een minuut lang schudden. Daar gaan we, dames. En schudden. Schudden blijven. Schudden blijven. Ik denk inderdaad dat jullie nu wel klaar zijn met schudden. Laten we ze snel open gaan maken en kijken wat erin zit. Het voelen is gewoon... Fred, je moet het voelen. Het voelt als wolkjes. Het voelt zo zacht. Het lijken wel echt wolken. Dat is... Oeh. Jij hebt red en ik heb gras. Ja, pak hem ik op. Ik heb dus deze. Oeh, laat zien welke je hebt, Sophia. Wat is het? Het is... Een pandabeer. Een pandabeer? En welke heb jij, Lily? Een peenmeisje. Oh, een meisje? Ja. Laat eens kijken, hou hem eens goed vast. En ik heb dus ook een meisje, maar ik ga het verder kneden. Oeh. Zit er nog iets in of zoiets? Is dat lekker zacht, Sophia? Ja. Het is en net echt als de wolken. Wat leuk dit, die Claudius. Claudie is ook een wolk. Cloud, wolk, god. Dat is gezellig. Maar, daar zat nog meer bij dan bij alleen maar een popje. Jullie hebben ook nog een zakje met accessoires gekregen voor het popje aan te kleden. Laten we snel kijken. Ik heb graag. Een leuke staart. En ook een leuke staart voor Sophie, voor Lily. Die moet aan de achterkant van het poppetje. Goed, kun je mij helpen? Natuurlijk kan ik je helpen. Kijk, ik kan het wel. Hé, ik heb ook zo'n ding. Kijk, kijk een mooie. Kijk, jouw stallen. Kijk eens aan, Sophia. Dank je. Alsjeblieft. Een jasje. En jij, Lee? Zal ik jou ook eens een handje helpen? Oh, Lily, je had de staartje al erin gestopt. Nou, misschien heeft deze ook wel een mooi jasje of iets dergelijks. Kijk, dat is hoe lekker voorgaan. Hoe je dat als... Het is
net echt wolkjes. Zo zacht. Ah. Je kunt het niet eten. Ga eens kijken, Lily. Wat heb jij allemaal erbij gekregen? Een koptelefoon. Nee, die had ik. Oh, en wat is dit dan? Schoenen en een wolkje. Oh nee, dat is van de sleutel, denk ik. Wat hebben we allemaal? Laten we snel kijken. Kijk hier, een echte rockster met een jasje, een leren jasje en een koptelefoon en blitse schoentjes. Ik kan dat zelf. Wat wauw. Twee stoere popjes voor twee stoere elfjes. Nou dames, dat ziet er wel heel leuk uit. Dan kunnen jullie weer heel leuk mee spelen. Tot de volgende keer. Nou, dat mag wel iets enthousiaster, dames. Lily, jij ook meedoen? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.